we staan hier dus voor het stadhuis, de hoofdingang in Amsterdam. Het is dinsdagochtend, 6 of 5 februari. Het is meer dan een week na de presentatie van het boek. Het is 2 of 3 dagen na het huwelijk, grote ceremonie, grote mediaspectakel in Amsterdam. En we gaan nu eigenlijk de laatste akte in de boekpresentatie aan de Oude Kerk voltrekken. Omdat dus in de Oude Kerk, zoals men gezien heeft, niemand kwam opdagen als vertegenwoordiger van de kroon om het boek in ontvangst te nemen. Dus ik heb een afspraak gemaakt met ene Marijke Koets aan de portiersloge op de Zwanenburgwal. En daar heb ik rondom 10 uur dus vanochtend een afspraak gemaakt dat wij bij de portiersloge daar een exemplaar, het eerste exemplaar van deel 1 Willem Kiotz, Willem van Oranje, Paartsenburg en de Graal, gaan overhandigen aan haar om dus vanuit de kroon van de burgemeester dat ze dus een weg zal vinden naar de kroonprins en de prinses van Oranje. Want ze zijn nu beide dus prins en prinses van Oranje. Ik heb ook een exemplaar voor de burgemeester Job Cohen bij me, dus dat hij ook een exemplaar krijgt, namelijk het tweede exemplaar. Dus we eens kijken of daar iemand is die volgens onze afspraak dat deze twee boeken dus in ontvangst kunnen nemen. Dus gaat u met ons mee het stadhuis in. Dan gaan we kijken wat er dan gebeurt. Zal ik mijn boeken voorschijn halen? Ja. Nou, we staan dus hier in het stadhuis, op weg van de Zwanenburgwal. Hier verloopt dus de basis van Amsterdam. De keizerlijke stad, de kroon. En de drie motto's, de drie spreuken van Amsterdam, vastberaden, heldhaftig en barmhartig. Doet een beetje denken aan Straalridder en Zwanenburg. Dat doet ook denken aan Lohengrin, de zoon van Paartsenburg, die door een zoon door een zwaan naar Koenberg werd getrokken om daar regeringstaken op te nemen. Dat doet dus een beetje denken aan Lohengrin en de Paartsenburg. Kan ik dat tussendoor? Ja, dat kan. Zijn klaar. Mijn naam is Robert-Jan Kelder. Ik heb een afspraak met Marijke Koets, een medewerker van de burgemeester, om haar een boek te overhandigen. Ben je te vinden? Wat zegt u? Ben je de kamernummer? Nee, weet ik niet. Kan je het vragen over? Is het nodig? Dan 1, 2, 3, 4, 5, 13, 13. Wat zijn ze ook weer? 1363. Nou, we zijn aan de goede kant gekomen. Het komt eindelijk de ontknoping van de boekpresentatie. 1963, zijn we aan de eindelijk geweest? Ja, 1303. Ik heb bijna de rolstaten hier nodig. Ja? Op de zeilboot. Zo. Ja, goed. Ja, valt hier. Dat vond ik het mooi. Zeker, zeker, ja. Oké, dan moet je. Heb je? 63. 1363, naar voren nog. Oké, je kan het met haar opgebeld, maar dan heb je de Nee, 63, dat is 63. Dat is 64. Ja, nou, dat is 63, dat moet 3 zijn. Nee. De vragen? De vragen dan? Oh, misschien hier. Vragen? Ja? Nee, dat kan niet. Goedemorgen. Ik ben beneden geweest. Ja. Ik heb haar gezegd, we gaan naar de boven. Oh, nou, kijk eens aan, ik dacht dat ze me zouden bellen. Ja, dat dacht ik ook. Ik heb ook ze misschien zouden kunnen bellen, maar ja. Zei u ook, er is een afspraak, ik sta naar de boven. Oké, nou. Dat is een vriend, ze is een camera registratie van het gebeuren. Oké.
telefoon, het is dat boek over handen. Ja, tuurlijk. Ik heb ook besloten burgemeester te maken een boek te geven. Dus ja. Dus ik weet waar het om gaat. Ja, ik zal het ook zo mooi. Hij is ook zo'n mooie toekomst te houden. Nee, ik heb het niet voorstellen, want we hebben wel gegaan met het boek. Kijk. Dit is dan het film met de krant. Ja. Ik zal even laten zien wat het is, dat ik niet weet wat het is. Waarom de naam zegt, dit is het boek, de Werner Gorg is de auteur, Willem van Oranje, Paard van en de Graal, deel 1, Willem Fiot, dat is mijn naam. Dat is echt waar. De krant is, even dus gewoon, dit is het boek aan, et cetera. En dan is nog hier het programma. Een brochure en dan ook nog een programma van de hele bijeenkomst. Ja, oké. Het heeft toch weer 160 bladzijden. Ja. Allerlei foto's, een foto van Oranje dus. Gaat het hier in de veldslag van Oranje. Waar dus Willem van Oranje twee veldslagen heeft geslagen in de 9e eeuw. Het is een boeiend boek. Oké. Okay. Ja, ik zal zorgen dat het bij de krant weer in de wacht is. Dat komt bij jou bij de burgemeester. Dat is prima. Beide zijn nog volgend bloedig. Maar ook bij ons niet als burgemeester. Ik zal wel de volgende grote media. Ik zet in de wacht gezet. Een brief aan hem, ook met dank dat hij het als tegenwoordig van de kroon heeft dat ze aan de juiste persoon komt. Ja, maar ik heb ook een uur even genoemd, maar goed, ik ben ook vereeuwd. En goed, nou dat is hetzelfde. Oké, dat is zelf ingebonden. Nee, dat is weer een rapport. Er zijn 50 nummers gemaakt, 16 gepassioneerd en de andere zijn ringbanden, maar dat is nummer 2. Oké, dat is nummer 1. Oké, ik heb het niet dichtgeplakt. Nee, zal ik doen. Ik zal zorgen dat de burgemeester terechtkomt. Het is vriendelijk. Ja? Ja. Oké. Nou, dit is eigenlijk de laatste af van de presentatie. Ja. Want dat kan niet gebeuren in de kerk. Nee. Want ik kan niet opdagen, dat wist ik wel. Maar bij deze is nu. En nu komt het volgende deel, dat is het Paarseval. Dat is dus deel 1. Ja. En deel 2 gaat over het Paarseval van de Wolfgang. Dat is nog een hoge klus, want er zijn nog 250 bladzijden. Ja. En die moet ik dus voor maart 2010 uitgeven. Ik heb een tijdelijk contract van de uitgever. Ja. Oké. Bedankt. En de goede burgemeester, als ik dat mag zeggen. Ja, tuurlijk. Ik zal het ook. Mijn hoed moet je niet vergeten. Ja, dat moet ik niet.